Altijd krijg ik het te horen. Jantien, wat zie je er toch fantastisch uit. En altijd vragen ze naar mijn geheim, hè? En dan zeggen wij, ons geheim, dat is ons contact met de jeugd. Juist, onze mega-relaxte omgang met die knotsgekke kids van tegenwoordig. En daarom zijn we ook vandaag weer op pad met een paar van die zogeheten probleemjongeren. Of niet soms? Je weet toch? What's up? En vandaag gaan we parachutespringen. We gaan het doen, hè, boys? Want, Matties, wat zeggen we dan? YOLO! Ja, dat zegt de jeugd van tegenwoordig altijd. Dat is een afkorting van You Only Live Once. En dat betekent, je leeft maar één keer. Je moet alles één keer geprobeerd hebben. Dus ook parachutespringen. Ja, op naar de instructieles! Twee minuten. Twee minuten? Dit is hoppie zwaar, ouwe. Twee minuten. Straks snel je met 180 kilometer per uur naar beneden. 180 kilometer per uur? Het is tanto a relax, papi. Gevoelstemperatuur min 12. Min 12? No go, Torisla. Deze papi gaat hem zo splitten. En er is dus maar één reserve parachute. Lieve schat, denk aan ons mega hippe motto, hè? YOLO! Oh ja, YOLO, dat is ook zo. You only live once. Of niet soms, kids? YOLO! Oh, oh. Oh, spannend! Ja, dat is. Ja, kom maar. Ja, kom. Ja, kom. Ja, maar jongens, gaan jullie niet mee? No go, Torisla. Wij zijn van gedachten veranderd. Wij maken wel dikke pika's en filmpjes vanaf de grond. Nu spangen, ouwe. Nee, maar YOLO! Ja, you only live. YOLO. You only live once, kill. Je hebt maar één leven, papi. Beter neem je geen risico's dus. Uit een vliegtuig springen? Met maar één reserve parachute. Doodziek, man. Doodziek.